De flopper kan volgend jaar zomaar de topper zijn. Hè? Ja. Zo kan het ook in crypto gaan. Ja, absoluut. Absoluut. Technisch heel... gezien ziet het er niet heel slecht uit. Hey, welkom bij Opcash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we met jullie kijken naar de tops en flops van 2019. En de floppertjes. Ja, inderdaad. We hebben een lijstje samengesteld, wou ik zeggen. We hebben een lijstje gemaakt. We hebben gecheckt welke 5 coins het best gepresteerd hebben in 2019. En welke coins het slechts gepresteerd hebben in 2019. En uiteraard hoort daar een mediaan bij. Want in het midden van dat lijstje bevindt de Bitcoin zich. De Bitcoin moet je toch altijd meenemen. Dat is de benchmark. Daar meet je het aan af. 2019 was op zich geen slecht jaar voor Bitcoin. Ik denk dat... we hebben het altijd voorspellen, dat kan niemand. Maar wij hebben vorig jaar gezegd, 2019 wordt het jaar van herstel. En in 2020 verwachten wij pas weer nieuwe cijfers te zien. En ik denk dat het jaar van herstel een lekker jaar van herstel was. Bitcoin heeft zich goed herpakt. We hebben zelfs enige tijd boven de 10.000 bewogen. Ja, we hebben... Dat is gewoon geen kattenpis, hoor. 300%. Nee. Ja, dat is geen kattenpis, inderdaad. En dan is inderdaad 300%. Maar op dit moment, als we precies een jaar geleden gaan kijken, heeft de Bitcoin... 77% staat de Bitcoin 77% moment, in het groen. Op dit moment nog. Ja, in verhouding met een jaar geleden staat Bitcoin op dit moment 77% in het groen. Ik denk dat helemaal niet... Ja, weet je wat is? Dat rendement vind je nergens in een normale markt. Nee. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Ja, we hebben het afgelopen jaar heel vaak overal gezien. Best presterende asset tegenover alles. Tegenover goud, tegenover forex. Noem het allemaal maar op. Bitcoin is gewoon de best presterende asset van 2019 weer. En maar weet je wat ik ook een beetje bij crypto vind te horen? Dat mensen toch wel snel verwend raken. Want je zegt, we hebben 77% gegained dit jaar. Is gewoon echt nice. Ik en hoorde toch hoor je mensen... Al, 77%, dat hoor ik al. Nee, maar dat is toch echt iets wat bij crypto past. En dat is op zich best apart als je dat soort rendementen draait. Wat zullen we eerst doen? Zullen we eerst even de dalertjes? Ik wou ook zeggen de flops. Eerst de flops. Eerst de flops, oké. Dan trappen we hem af met Omisego. Omisego, oeh. Even kijken, we kunnen het aan de chart zien. Ik haal even de tekeningen weg, anders vertekent het dan. Ja, het gaat puur vandaag eventjes om het prijsje. Normaal zeggen we, kijk niet naar de prijs, maar vandaag gaat het puur even om het prijsje. Kijk, normaal heb ik bij stijging heb ik logarithmic nodig om te kijken wat de koers heeft gedaan. Hier heb ik het gewoon nodig eigenlijk bij de daling. En het is naar beneden gegaan, hè? Keer op keer op keer. En, nog steeds. We hebben het vaker aangegeven, als iets niet gegained wordt... Gaat het gewoon verder naar beneden? We zijn altijd op zoek naar kantelpunten, naar eventueel een reversal. Is er vanaf 2019, waar zitten we? Ja, hier. Is er een kantelpunt? Dat had dit had het kunnen zijn. Ja, dat had, als die door was gezet. Dat had hem kunnen dat zijn. Dat had hem kunnen zijn. Maar was de enige kans. Ja, dit was letterlijk de enige kans. En dat is niet gelukt. Is het niet geworden. Nee. Maar wat was de prestatie van Omisego dit jaar? Dat is. Min 59%. Op jaarbasis. Gewoon verdampt. En als we dan inderdaad kijken naar... Dat is ook de reden... Dan kijken we naar hier. Ietsje voor januari, want daar zitten we nu. Dus dit stuk zitten we nu. En dan vanaf daar is het min 59%. Ja. Maar dit moet je dan maar loslaten. Nee, dat zit er allemaal in. Kijk, als ik verder uitzoom, dan wordt het nog erger. Ja. Maar... Dit geeft ook een klein beetje aan dat hodl niet altijd de beste oplossing is. Is niet altijd de beste oplossing. Zeker voor wat betreft altcoins is het gewoon heel lastig om te pinpointen welk project is nou echt legit. Welk project komt nog goed uit de verf? Kan het zijn dat Omisego zich helemaal herstelt? Dat kan altijd nog. Ik sluit niet uit. Maar. Ja, Omisego is op dit moment een van de grootste pijnpunt van het afgelopen jaar. Triest. Ja. Ik vind het toch wel enigszins sneu om zulke soort charts te zien. Kijk, dat hoort er ook bij. Je hebt stijgers en daar tegenover staan dalers en die zijn aanwezig. En het probleem is gewoon, dat is ook dat wij echt hameren op het traden. Ja. En je hebt gewoon je stoploss en je hebt je plan. En je mag allemaal best wel coins lang vasthouden. Maar hou dat nog gewoon aan bij de grotere coins. Ja. En misschien echte coins waar je in gelooft. Hou het bij de grotere coins. Ik moet zeggen,
Dat, dit lijstje hebben wij niet verzonnen of zo. Hè? Dit lijstje hebben wij gewoon letterlijk van een vergelijkingssite afgeplukt. Van CoinPaprika hebben we geloof ik deze lijst op. Ja. En ik vind dat de dalerslijst, er staan ook wel gewoon namen tussen die veelbelovend zijn slash waren. Ja, nou ja, absoluut. Absoluut, ja, want dan gaan we gelijk door naar de nummer 2 in de lijst van flopjes. En dat is XLM. XLM, ja. Ja, ja, Stellar. Ja, ik denk dat hij het misschien nog slechter heeft gedaan als Amis. Even kijken hoor. Min 62% heeft het nog slechter gedaan. En dat zie je eigenlijk ook aan de chart. Ja, nee, ik zei net grootste flop, maar we beginnen natuurlijk bovenaan. Ja, we willen met de klapper eindigen. Ja. Min 62%, maar je ziet het ook gelijk aan de chart. Waar Omisa Go nog een klein topje boven die, ik heb expres die moving average. Dus voor de mensen die zeggen, jullie gebruiken nooit de indicatoren. Nou, alsjeblieft, zie je hier. Hiermee kan je gewoon een globale trend aan aangeven. Maar goed, kijk vanaf inderdaad januari een beetje. Ja, dit gebied, is nooit iets. Dit is leuk. En dan denk je, nou, dit had dan toch een reversal kunnen zijn. Ja, ja. Dan had je dit willen gainen. Ja, en dat heb je niet gegained. Er is keer op keer niks gegained. Alleen maar klappie. Failures, rejections en down we go. Hij gaat hier wel dichter naartoe creepen. Hij gaat er naartoe creepen. Nu zou je, je had misschien iets gegained, maar dat is ook weer weg. XLM ziet er gewoon ook niet echt rooskleurig uit. Min 62%. Min 62%. En dan schakelen we gelijk door naar de nummer 3 in het lijstje van flops. En dat is toch ook wel een veelbelovend project geweest. Een van de eerdere coins die met staking kwam. En dat was het, Lisk. Heeft toch ook wel betere dagen gekend, zeg maar. En die heeft ook net als Amisa Go, heeft wel dat zijn koppetje erboven uitgestoken. Ja. Ja. Nou, daarna toch weer naar gegaan. Oh. Ja, maar iets gainen is positief. Maar iets gainen wil niet altijd zeggen dat het ook direct knallen en vuurwerk wordt. Nee, want je hebt in traden heb je nooit geen zekerheid. Iets gainen is positief, maar niks meer dan dat. Het is positief. En dat daar is ook alles mee gezegd. Dat was wel een serieus, echt belangrijk level. En ze hebben hem geprobeerd te testen en te gainen. Nee, je ziet het ook aan het volume. Nee. Maar als het dan op een gegeven moment ophoudt, dan zie je daarna ook gelijk. Hier hebben ze heel veel moeite gedaan om hem hoger te trekken. Het kost inderdaad een heleboel inspanning. Ja. En als die inspanning dan losgelaten wordt, dan is het ook gelijk. En dan is het gelijk over. Lisk. Dat vind ik ook heel moeilijk hoor. Ik denk dat van de 3 coins die we nu hebben gezien, Lisk eigenlijk technisch gezien er niet zo heel erg florissant voor staat. Dat betekent niet dat je short term natuurlijk altijd trades kan maken. Dat doen wij ook. En dat geldt eigenlijk ook voor de long-term posities. Wat ik al zei daarnet. Je kan coins langer aanhouden. Maar je hebt zelfs voor een holle positie. Heb altijd een invalidatieplan nodig. Als dit, dan dat. Je kan niet zeggen, oké. Scenario's gelden overal. Ik gok maar. Weet je, dat is je geld. En dat moet je beschermen. En jij zegt, ik gok maar. Maar ik hoor ook nog steeds sommige mensen die nieuw in crypto zijn zeggen van, ik zie het als een casino. Yeah. Ja, dan ben je niet goed bezig. Je moet dit niet zien als een casino. Je moet, het enige wat je moet en het enige wat belangrijk is het beschermen van jouw kapitaal. Dat is wat je hebt. En daar moet je zuinig op zijn. En als je dat niet doet, dan ben je kwijt. Ja. Nummer 4 in dit lijstje is Silica. Ja, dan wordt het echt erg hoor. Dan gaan we min 70%. Min 70% min jongens. 70%. Maar dat is 2019 was geen beermarkt meer. Hè? Dat vergeet je. De beermarkt zat een jaar ervoor. Heel vaak als mensen dus vergelijkingen maken met altcoins, hoeveel procent ze zijn gedaald, kijken ze naar all-time highs. Hè? En vanaf de all-time highs zijn veel coins 95, 96% gedaald of zo. Maar dit jaar, 70% in dit jaar. Ja, de meeste pijn zat juist het jaar daarvoor, wat ik al zei. Ja, maar hij is dit jaar dus gewoon nog eens een keer 70% verder gedaald. En dat zeggen wij ook altijd. Kan die nu nog 70% dalen? Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Hij kan, ja, inderdaad. Ja. Hij staat op 70 Satoshi. Hij kan gewoon naar 1 Satoshi gaan. Ja. Dus wat ik wel vreemd vond, dit is echt begin 2019. Dit zag er wel positief uit. Dit zag er goed uit. Hierna er toch onder aangedropt. En je ziet ook wel dat hij dan een soort resistance van een 200 moving average. Daar liggen gewoon onderliggende levels onder. Ja, maar het is leuk om globaal op de day chart, op het grote plaatje, al die coins eventjes zo te kijken. Normaal analyseren we altijd wel op iets lagere tijdframe. We nemen de day wel mee. Maar nu kijken we echt alleen
op het plaatje van de daychart. En dan zie je eigenlijk gewoon dat sommige coins gewoon echt niks gegamed hebben. Niks gedaan hebben. Nee. Niks voor elkaar gekregen hebben. Hier in januari. Maar voor de rest houdt het gewoon op. En dan hier ligt echt dat hele belangrijke leveltje. Dat verliezen ze dan op dit punt. En dan zie je ook het volume erin kakken. Ja. Oké, gooi dan alles eruit. Net als... even kijken hoor. XLM, denk ik ook dat Silica daar wel technisch gezien best wel redelijk voor staat nu. Dus dat betekent niet dat de flopper kan volgend jaar zomaar de topper zijn. Hè? Ja. Zo kan het ook in crypto gaan. Ja, absoluut. Technisch gezien ziet het er niet heel slecht uit. Heel lang aan het consolideren eigenlijk al op deze weg. Ja. Echt heel lang al. Ja. Tussendoor zijn er best wel wat klappen van de zweep geweest met betreft Bitcoin dan. En dat heb je bij Silica dan niet teruggezien. Dus dat is enigszins op dit moment sterk. Dat een flopper een flopper is op dit moment, wil ook niet zeggen dat je gedurende het jaar er niet op hebt kunnen traden. Want nee, de slechtst presterende coin van 2019 is een coin waar veel mensen toch op hebben getraden. Veel mensen hebben hier analyses op gevraagd afgelopen jaar. Die kwam toch regelmatig voorbij. We hebben daar een hele grote winstgevende trade op Twitter ook mee opgedekt. Ja, en toch is dit de flopper van 2019. Ja. Waves 78,75% gezakt. Ik wil een knal. 78,75%. Dat is een knal hoor. En dat is een knal hoor. Zo, die hakt erin. Die hakt erin. 78,75%. Dat is inderdaad een knal. Maar dat is zeker ook. Dat is de flopper. Het is de flopper van 2019. Je zou maar, stel... Je hele portfolio zou maar uit Waves bestaan. Je bent een Waves believer. Ja, net zoals dat mensen zeggen, je bent een Bitcoin maximalist. Je zou maar een Waves maximalist zijn geweest. Denk dat het cijfer nog geflatteerd is, want het is min 80%. Maar kijk wat je de laatste maanden hebt gedaan. Je hebt heel veel goed gemaakt. Ik denk als je dat, anders had je misschien zelfs min 90%. Min 90% kunnen we dat zo zien? Kijk, vanaf iets voor januari 2019. Nou, kijk hoor. Ja, het kaartje is overduidelijk, hè? Laat ik hem vanaf hier nemen. Dan was het 91%. Dan had je echt gaan zitten huilen. Wel een van de weinige coins die nu op dit moment prijsactie laat zien. Als we ze vergelijken met de andere, zijn ze inderdaad of op hun dieptepunt. Ja. Echt lager kan niet. Of echt aan het consolideren. En deze ziet er juist uit alsof hij inderdaad enig teken van leven verkoopt. Hij heeft iets gegained en hij test nu bijvoorbeeld de 200 MA iets lager misschien support vinden en dan er doorheen. Zou zomaar ook volgend jaar bij een toppertje kunnen staan. Ik zeg niet dat het in de top 5 komt, maar zou best goede cijfers kunnen laten zien. Deze video wil inderdaad niet zeggen dat we deze coin dan ook daadwerkelijk af hebben geschreven, maar dit is gewoon wat er gepresteerd is in 2019 en dat is voor de floppers. Ziet dat er niet heel goed uit het afgelopen jaar. Maar goed, tegenover floppers. Ik wil na even wat hebben we ook mooie een aantal toppers hebben mooie we staan. We hebben natuurlijk we laten aan het einde van het filmpje ook even deze lijst zien. Ja. Hebben we natuurlijk de mediaan, de Bitcoin. Maar de eerste, de beste die boven de mediaan staat, is Theta. Theta. Doet het ook vooral de laatste maanden goed. Dus best wel lang geconsolideerd. Is ook best wel van een high gekomen. Oh, die high heeft het zelfs tussen gezeten. Dus je had zelfs gigantisch winst kunnen maken. Mm. En als we het vergelijken met de floppers, zijn het ook wel ander soort cijfertjes als die de floppers laten zien. 100%. In principe. Kijk, weet je wat het is? Zo is het met traden. Zo leren wij de mensen ook traden. Ja. Als je je verlies beperkt en je winst maximaliseert, dan heb ik het over dit soort trades. Ja. Dit zijn de trades die het geld binnenbrengen. Ja, Theta heeft in 2019 een plus laten zien van 115,39%. Ja, dat is lekker toch? Ja. Dat is helemaal niet verkeerd. En in de tussentijd had je veel meer winst kunnen nemen. Maar als ik de chart zo zie en hem vergelijk met die downgrained charts die we net hebben gezien. Ziet er heel anders zitten uit. Er ook wel heel veel kansen in bij Theta in 2019. Absoluut. Want er zitten heel veel mooie bewegingen in waar je lekkere trades op kunnen maken. Ja, de markt slaat nu ook om. Ziet er ook heel positief uit. Stop is waar je lijntje ergens een beetje staat. Nice. Dat is de richting die je op wil, wat je uit wil gaan testen nu. Theta ziet er inderdaad prima uit. Dan gaan we naar de nummer 2. Nou, hoe zeggen we dat eigenlijk? De nummer 4 eigenlijk dan. Dan gaan we naar de nummer 4 van toppers. En dat is de Binance Coin. Hebben we ook al vaker aangehaald dit jaar. Binance was de best presterende coin van 2019 op een bepaald punt. Ja, in het begin. Vooral echt in het begin aangetrokken. En juist, ik vind het wel grappig, want het staat allemaal in dezelfde lijst.
Maar de constructie is heel anders. Ja. Bijvoorbeeld die andere coins die trekken nu wat aan. Deze coin heeft het echt alleen maar in het begin gedaan. Maar dat zie je ook duidelijk. En vanaf halverwege het jaar zijn we juist alleen maar levels aan het verliezen. Dus het zou zomaar zijn dat deze zelfs op een gegeven moment vanaf het nieuwe jaar in de min komt. Ondanks dat deze bij de toppers hoort qua prestatie in 2019, ja, heeft hij het de laatste half jaar eigenlijk wel helemaal niet zo goed gedaan. Kijk ook even snel, heel erg snel even naar 2017. Heel vreemd. 2017 december gepumpt. Dat was ongeveer 1500%. En de volgende pump die startte ook ongeveer in december. Dus dat is op zich wel apart. Ja, dat is inderdaad wel apart. In de top heb je ongeveer, laten we zeggen, 250%. En dan rond ik het echt dik naar beneden af. Op het moment nog steeds 135% over. Dat is gewoon echt heel erg nice. Voor zo'n grote coin, volgens mij is dit na Bitcoin de grootste coin die we in het lijstje hebben staan. Maar even wat anders. Mm. Voor de mensen die geloven in alles wat er in het verleden is gebeurd, moet ik weer terugkomen. Ja. December is nog niet om. December is nog niet om. Ik verwacht niet dat. Ja, je weet het niet, maar ik verwacht niet. Je ziet elke keer hier een daling voor een pump. Een daling voor een pump. Nou, in december. Zeggen? Wie zou het zeggen? Wie zal het zeggen? De misschien experience. Hebben we hier iets ontdekt. Daar moeten we op terugkomen. Misschien hebben we hier iets ontdekt, inderdaad. Maar met Binance weet je het nooit goed. Was de beste presterende coin in 2019 op dit moment de nummer 4. Ja. En we gaan nu kijken naar de nummer 3. En dat is een exchange token, net zoals de Binance coin. Huobi token. Huobi token. En is wat. Daar hoor je iets minder over. En dat zie je ook wel duidelijk in het volume. Ja, ik moest hem toch meenemen. Hij staat wel op de 19e plek. Ja. Dus dit is toch geen kant. En als ik de chart zie, ziet hij er niet hopeloos of depressief uit. Nee, weet je wat ik zie? Op de hele grote tijdframe, ik zie echt een megacompressie ontstaan. Ja. Dus dat kan of heel veel pijn met zich meebrengen, of echt heel veel vuurwerk. En dat is toch wel grappig als je aan de goede kant er al in zit. Je hebt je risico afgedekt. Ja, dan zit je er gewoon relaxed bij. Want je wordt uitgestopt of je maakt mega verwees. Het zou ook echt een symmetrische zijn inderdaad qua compressie. We zeggen altijd als de onderkant of bovenkant vlak blijft. Ja, dan is er aan een van de twee kanten druk. Nou, dus de kant groter dat die uitbreekt naar de kant waar de druk naartoe is. In dit geval is het gewoon symmetrisch. En dit is spannend inderdaad. Dit is 50-50. Dit is spannend. Huobi token 136,8% in 2019. En ik was helemaal vergeten om die Binance coin nog mee te nemen natuurlijk. 135% was dat in 2019. Niet verkeerd. Dus Huobi token 136,8% in 2019. Scheelt echt een haartje. Scheelde een procent met Binance coin. 2019 was een goed jaar voor de exchange tokens. Ja, nee, zeker. We hebben natuurlijk wat nieuwere exchange tokens hebben we gezien. We hebben de Leo hebben we erbij zien komen. En ik denk op zich dat de exchange tokens een prima toevoeging zijn. En vaak ook een beetje een hedge. Door die korting en zo. Weet je, ook, krijg je ook nog eens een keer. Dus dat is ook, wel en vaak gaan ze een beetje contrair tegenover de Bitcoin. En dat is, soms is dat wel interessant. Ja, dat is dan hebben we er nog één op nummer 2 staan. Die hier en daar gelist werd aan Coinbase. Staking kwam erbij. Noem het allemaal maar op. Tezos is de nummer 2. Dat is een coin die het nu aan het doen is. De laatste tijd eigenlijk al aan het doen is. Kijk, ik heb hem hier op Binance meegenomen. Omdat ik alle coins op Binance mee heb genomen. Ja, hij is pas op Binance gelist vanaf september 2019. En in die tijd was het gewoon vuurwerk. Was de hot coin. Was gewoon de hot coin. Was gewoon vuurwerk. Ja. Plus 217%. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het zit gewoon nu in een uptrend. En hoeveel procent? 217%. Oké. De nummer 1 zometeen, die verdient 5 knallen. Ja, nee, die is er flink overheen gegaan. Maar dit ziet er gewoon goed uit, technisch gezien. Dan vragen de mensen altijd, ja, is het dan nog interessant om in te stappen? Hoe hoger iets komt, hoe minder aantrekkelijk ik het wordt. Kijk, dingen als duur of goedkoop, eigenlijk bestaat dat niet in crypto. Want als jij bijvoorbeeld 10 jaar geleden had gezegd, ja, nou ja, Bitcoin, $10 vind ik wel echt heel erg duur. Koop hem niet. Nou, dan kijk je meer long term. Maar echt, vanuit het traders oogpunt is het op zo'n moment niet interessant om te kopen. Nee, en wacht je op niet. Een pullback, iets wat houdt aan de onderzijde. Ja. En dan pas ga je kijken naar eventuele entry. Maar, wil je een drumroll? Ja, doe maar. Een drumrolletje, komt ie. Ik denk dat de meeste mensen hem wel weten in ons kanaal bijvoorbeeld. Absoluut. De nummer 1 knal, boom, knal dat is van 2019 was natuurlijk Chainlink. Chainlink, ik ga hem gewoon afronden, want dat is mooier. 500% in de plus. 499,83. Dan is hij alweer wat gedaald. Dan is hij al wat gedaald, inderdaad. Dikke 500% in de plus in 2019. Dit was by far
de best presterende coin in 2019. We hebben er al eerder een video over gemaakt. Het was ook onze beste trade van 2019. Ja. Letterlijk op Twitter de posts gemaakt over Chainlink. En ja, dit was wel een knal hoor. Chainlink, maar ook de jaar ervoor, vergeet dat niet. Chainlink is in de afgelopen 2 jaar, ik denk dat dat de best presterende cryptocurrency is. Prijs waar die nu op staat, afgelopen 2 jaar. Ja. Ik wil dat zien. Prijstechnisch is dat... Vanaf daar, bam. En dat was ook, kijk, ook december. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Naar de top echt. 38, maar waar we nu zitten. Ja, nu zitten we... Ja, gewoon zo'n 2.500%. Ja, 2.500% is niet normaal. In 2 jaar tijd, hè? Dit is wat Bitcoin eerder liet zien. Ja. Bitcoin is de best presterende asset als we het dan hebben over dat soort dingen. Ja. Maar de afgelopen 2 jaar is dit is gigantisch. Nou ja, maar dit is ook wel de reden dat mensen toch nog aangetrokken zijn tot altcoins. En ik sluit niet uit dat andere altcoins dit in de toekomst nog gaan doen. Want we hebben gezegd, heel veel gaat verdwijnen. Maar wat er overblijft, dat gaan dat we is... Gaan we die cijfers nog terugzien die we in 2017 hebben gezien? Dat is de vraag die wij heel vaak krijgen. Even serieus. 2500%. Het afgelopen jaar 500%. Zie hier. We hebben gezegd, het wordt minder als in 2017. Niet al die coins. Toen zag je echt dag na dag dat ze het allemaal deden. Maar, ja, maar hier, ik neem hier bijvoorbeeld gewoon even vanaf april dit jaar. Hè? Niet lang geleden dit jaar. Vanaf april. Die pump even. Ja, dat is ook gewoon even 400%. Ja, even serieus. Even serieus. Ze zijn er nog wel. Alleen, je moet wel beter zoeken. Ja. De toppies en de floppies. De top en de flop van 2019. Zal ik nog het kaartje er nog even bij. Dit is het kaartje. We hebben niet gesjoemeld. Het is allemaal fair en square. Dus, ja, dit is wat het is. 2019 was een fantastisch jaar. Ja. Zowel voor ons als voor de koers. Ik denk dat we een heerlijk jaar achter de rug hebben. En ik ben heel erg benieuwd wat 2020 ons opbrengt. Ik kan bijna niet wachten eigenlijk. Ik vind gewoon, 2019, oké, was leuk en nice. Hup, ik wil nu 2020. Ik wil erop en erover. Ja. Goed. Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Abonneer sowieso op dit kanaal. Druk op het belletje. Dan krijg je een notificatie als we weer een nieuw filmpje posten. En vergeet het duimpje niet. Onderaan deze video komen alle linkjes uiteindelijk te staan naar... Dopiecash.nl voor leerprogramma 1-op-1 Platinum. Alles staat op de website. Dopie.nl voor merchandise. Ons Discord kanaal, supportlinks. Alles staat onderaan de video. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie heel graag de volgende keer. Later.